Op de eerste zondag van maart is museum Ons Lieve Heer op Zolder nog steeds gesloten. De gebruikelijke zolderdienst kan dus niet plaatsvinden. Wel kan via deze podcast een toelichting worden gegeven op het evangelie van deze zondag, de derde zondag van de 40-dagen tijd. Op deze zondag wordt het evangelie gelezen van de tempelreiniging. Jezus doet iets en hij zegt iets. Eerst wordt een handeling beschreven. Jezus jaagt de handelaren uit de tempel. Daarna spreekt hij over een nieuwe tempel die wordt afgebroken en in 3 dagen weer wordt opgebouwd. Dat is hij zelf, gedood en herlevend. Eerst lees ik u het zondagsevangelie voor, Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 21. Vlak voor het Joodse paasfeest ging Jezus naar Jeruzalem. In de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en duiven verkochten. Toen maakte Jezus van een stuk touw een zweep en daarmee begon hij iedereen weg te jagen. Alle koeien en schapen jaagde hij de tempel uit. Hij gooide de tafels van de handelaars omver, zodat al het geld op de grond viel. En hij riep tegen de duivenverkopers: weg met die duiven, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. De leerlingen herinnerden zich wat er in de heilige boeken staat. Mijn liefde voor uw tempel is groot, ik kan aan niets anders denken. Ze begrepen dat die woorden over Jezus gingen. Toen zeiden de Joodse leiders tegen Jezus: kunt u met een teken bewijzen dat u dit soort dingen mag doen? Jezus antwoordde: breek deze tempel maar af, dan zal ik hem binnen 3 dagen weer opbouwen. De leiders zeiden: de bouw van deze tempel heeft 46 jaar geduurd, en u denkt dat u hem binnen 3 dagen kunt opbouwen? Maar met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen lichaam. Later, toen Jezus was opgestaan uit de dood, herinnerden de leerlingen zich wat Jezus gezegd had. En ze geloofden zijn woorden en wat de heilige boeken over hem zeggen. Tot zover de evangelielezing. Op deze afbeelding uit een platenbijbel uit 1537 ziet u op de voorgrond hoe Jezus met zijn zweep iedereen begon weg te jagen. Hij gooit de tafel van een handelaar omver, het geld en de weegschaal vallen op de grond. De kooplieden vluchten weg, gevolgd door een koe en 2 schapen. Ook een vrouw met een mand met duiven maakt zich uit de voeten. Links staan 3 apostelen toe te kijken. Op de achtergrond zien we Jezus een 2e keer, omringd door een aantal Joodse leiders. Ik ga door op Jezus die de handelaars de tempel uitjaagt. Hoe was de situatie in de tijd van Jezus? Je ging naar de tempel om daar te offeren. Maar je moest eerst tempelbelasting betalen. Op het plein voor de tempel kon je deze belasting betalen en offerdieren kopen. Je mocht alleen maar met Joodse munten betalen, want Romeinse munten waren voorzien van het portret van de keizer en dit soort afbeeldingen kon de tempel niet in. Dus op het tempelplein kon je ook geld wisselen. Waar handel is, wordt soms vette winst gemaakt. Dit gebeurde ook op het tempelplein. Daar komt nog bij dat de handel werd georganiseerd door de priesterklasse die samenwerkte met de Romeinse bezetter. Er was in die tijd veel kritiek op deze gang van zaken. Het probleem verdween om zo te zeggen vanzelf toen de Romeinen in het jaar 70 de tempel verwoesten. De verwoesting van de tempel was een ramp, maar ook zonder tempel en offers kon men een godsdienstig leven leiden. Dit wordt geïllustreerd door het volgende verhaal. Na de verwoesting van de tempel kwamen 2 rabbies elkaar tegen. De ene rabbi zei tegen de andere: wee ons, want de tempel is verloren gegaan en daarmee de plaats die onze zonde verzoende. De ander antwoordde: vrees niet, we hebben er een andere verzoening voor in de plaats. Welke dan? Vroeg de een. De ander antwoordde met een citaat uit de profeet Hosea:
Liefde wil ik, geen offers. Niet alleen Hosea kan worden aangehaald, maar ook Jesaja. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen en bescherming, sta weduwe bij. Dergelijke geluiden horen we ook later in Jezus' eigen tijd. Een schriftgeleerde zei tegen Jezus, inderdaad meester, wat u zegt is waar. En God liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Het optreden van Jezus was dus een daad van kritiek op de offerpraktijk in de tempel en de financiële belangen die daar speelden. Dit had niets te maken met de eer van God en zorg voor de naaste. Nu ga ik door op het tweede deel van de evangelielezing. Het gesprek van Jezus met de Joodse leiders. Deze vroegen hem, kunt u bewijzen dat u dit soort dingen mag doen? Jezus geeft antwoord. Breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Onder tempel verstaat Jezus niet een bouwwerk, maar zijn eigen lichaam, dat wil zeggen zichzelf. Zijn lichaam zal worden afgebroken, dat wil zeggen Jezus zal worden overgeleverd. Na 3 dagen zal de tempel van zijn lichaam weer worden opgebouwd. De 3e dag heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Op de 3e dag verandert er iets. Bij de profeet Hosea lezen we, God redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. Met andere woorden, de 3e dag verwijst naar Pasen. De oude tempel is door een nieuwe tempel vervangen. De nieuwe tempel is Jezus, die is overgeleverd en die op de 3e dag is verrezen. Nu is niet meer de oude tempel de plaats waar je God kunt ontmoeten, maar Jezus. Het beeld van de nieuwe tempel wordt niet alleen op Jezus toegepast, maar ook op zijn volgelingen. Paulus noemt de gelovigen van Korinthe een tempel van God. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? We ontmoeten God in Jezus en in elkaar. Toen Johannes rond het jaar 100 zijn evangelie schreef, was de tempel 30 jaar geleden verwoest. Geen nood, want er is een nieuwe tempel, namelijk Christus, opgestaan op de 3e dag en zijn lichaam de kerk. Er blijkt een grote overeenkomst te bestaan tussen het evangelie van Johannes en de rabbi die Hosea citeerde. Liefde wil ik, geen offers. Overal waar barmhartigheid geschiedt, is de tempel, daar is God. Als een toegift laat ik nog een aantal afbeeldingen zien. Om te beginnen een mozaïek uit de 12e, 13e eeuw in de Dom van Monreale op Sicilië. Jezus hanteert met de rechterhand de zweep en gooit met de linkerhand de tafel omver. De bunten vallen uit de beurs. 3 mannen, 1 met een kooi met duiven aan een stok, 3 schapen en een koe lopen weg. Op een fresco van Giotto uit het begin van de 14e eeuw zien we links de apostelen, in het midden Jezus die de handelaren wegjaagt uit de tempel, rechts 2 baardige Joodse leiders. Op een tekening in een prentenbijbel uit de 14e eeuw zien we de omvergegooide tafel, de munten die uit de beurs op de grond vallen en de wegvluchtende handelaren en dieren. Het bijschrift luidt, hier triebet Jezus, die grempeler is de tempel, vliegend alle. Hier drijft Jezus de handelaars uit de tempel, allen vluchten weg. Linksboven zien we de koppen van een mens, een rund en een leeuw. Symbolen van respectievelijk Matthäus, Lucas en Marcus, die evenals Johannes het optreden van Jezus in de tempel beschrijven. De tempeluitdrijving komt ook voor in dat boek van den leven ons Heeren Jezus Christi van Ludolf van Saxe.
eind 15e eeuw gedrukt in Antwerpen. We zien de omgevallen tafel, de munten die op de vloer terechtkomen en wegvluchtende mensen, geen dieren. Hier volgt een schilderij van El Greco, links beneden in Griekse letters gesigneerd, Domenico Theotokopoulos. Dit is zijn eigenlijke naam. Hij begon als iconenschilder op Creta, verliet zijn geboorte-eiland, ging naar Italië en vestigde zich in 1577 definitief in Toledo in Spanje. Het hier getoonde schilderij dateert uit zijn Italiaanse periode. Er is niets meer van de iconenschilder te herkennen. Eén en al beweging in een statig renaissancegebouw. In Toledo hernam El Greco hetzelfde thema. De aandacht is meer op de figuren geconcentreerd en minder op de ruimte waarin het gebeuren plaatsvindt. Links de weglopende kooplui, beneden de omvergeworpen tafel. Rechts de toeziende apostelen. Aan weerszijden van de ingang zien we twee reliefs. Ik zoom in op het linkerrelief. Een engel verjaagt Adam en Eva uit het paradijs. De band met de hoofdvoorstelling is duidelijk. Zoals Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven, worden de kooplui uit de tempel gezet. Ook in onze streken wordt de uitdrijving uit de tempel in beeld gebracht. Een navolger van Jeroen Bos plaatst de tempel in de middeleeuwse ommuurde stad. Boven de koepel van de tempel een halve maan die aan het islamitische Midden-Oosten doet denken. In de tempel zijn twee beelden zichtbaar. Eén is Mozes met de twee tafelen van de wet. Jezus gooit de tafel omver. Een grote stoet handelaren verlaat rechts de tempel. Voor de tempel gebeurt van alles. We zien onder andere een kwakzalver met in zijn hand de kies die hij zojuist uit de mond van een vrouw heeft getrokken. Op een raam van Dirk Krabet uit 1569 in de Goudse Sint-Jan jaagt Jezus de handelaars uit de tempel. We zien koeien en schapen, kooien met duiven en een aantal omstanders. Het is een katholiek raam, gemaakt in de tijd dat de Sint-Jan nog in katholieke handen was. Het thema verwijst naar de zuivering van de kerk, het programmapunt van het Concilie van Trente. In 1573 werd de kerk door de protestanten in gebruik genomen. Toen werd de voorstelling in verband gebracht met de protestantse zuivering van de kerk in de tijd van de reformatie. Die zuivering werd ook letterlijk opgevat. De altaar en de beelden, alles wat met de katholieke kerkdiensten te maken had, moest weg uit de kerk. Rembrandt heeft de tempelreiniging in beeld gebracht in een schilderij uit 1626. Hij zoomt in op Jezus die uithaalt met zijn zweep en op de geldwisselaars die hun munten bij elkaar graaien. In een ets van Rembrandt uit 1634 zien we de bekende motieven. Jezus met de zweep, de omvergeworpen tafel met de naar beneden rollende munten, de wegvluchtende handelaars. Rechts op de achtergrond de Joodse leiders die dit alles met leden ogen aanzien. Tot slot nog enkele moderne afbeeldingen. Om te beginnen een tekening van Otto Baumberger, die leefde van 1889 tot 1961. In plaats van een zweep, een gebiedend gebaar, overeenkomstig het evangelie van Marcus, waar alleen maar staat dat Jezus de handelaars en hun klanten begon weg te jagen, waarbij hij de tafels en de stoelen van de kooplui omvergooide. Flip van der Burgt, die leefde van 1927 tot 1977, beperkt zich tot Jezus met zijn zweep, de geldwisselaar en een man die met zijn spullen wegvlucht. Ik eindig met een foto die gemaakt is door de Franse fotografe Bettina Reims. Deze foto komt voor in haar boek Inri, dat 20 jaar geleden is gepubliceerd. In dit boek is het leven van Jezus van begin tot eind in beeld gebracht. Op deze foto heeft Jezus de verkopers van devotieartikelen en hun klanten al de tempel uitgejaagd. De mensen en de beesten zijn verdwenen. Alles is omvergegooid. Rest één grote puinhoop. Ook al deze rommel moet de tempel nog uit.